Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, uh, van harte welkom. Dit wordt een hele leuke video. Want uh, ik weet niet of jullie het herkennen als ondernemer, maar uh, ik heb echt geen reetverstand van finance. En als ik met een boekhouder praat, uh, laat staan met een registeraccountant, want die heb ik nu in mijn stoel, dan altijd als ze twee zinnen gezegd hebben, dan ben ik echt ben ik al los. Vandaar dat ik Marianne Heenskerk, Heemskerk heb uitgenodigd. En die gaat mij uh, in vijf tips, zeg maar, een soort van basic uh, dingen uitleggen waar je nou als ondernemer. Echt op moet letten als je je finance een beetje op orde wil hebben. Marian, van harte welkom. Dankjewel. En uh, ik, kom, ik kom zo meteen bij je terug, want ik wil nog even zeg maar, iets vertellen over wie dit ook mogelijk maakt. Want jij hebt twee boeken gelezen. Nou, eentje had je al gelezen, die heb je geschreven. Precies. Ja, de Happy Financial. Ja, klopt. Uh, en de andere, dat is De Intelligente Belegger. Uh, en dat is een boek uit 1949. Dus, dus, ja, weet je, dat ding is er ook alleen maar op print volgens mij. Maar die schijnt nog steeds helemaal populair te zijn. Dat zijn twee boeken wa waar uh, Marjan, zeg maar, wat dingen heeft uitgehaald om tot die top vijf te komen. En uh, dat doet ze omdat we deze serie maken samen met uitgeverij uh, Business Contact. De serie Book Stories, waarin we eigenlijk met auteurs praten over uh, businessboeken. En het leuke van deze serie is uh, dat als jij. Nou, denk van nou, ik heb ook nog wel een financial tip. Geef hem dan in de reactie hieronder, want dan krijg je boek van Marianne. Krijg je dan gratis. We gaan aan het werk. Vijf tips in heldere taal over finance. Ik ben zo benieuwd, Marianne. Ja, het kan echt. Ja, ja financiële tips, maar dan makkelijk uitgelegd. Ja, want ik herken je dat bij ondernemers dat die dan want ik, ik, die begint dan over balans en eigen vermogen. En dan denk ik, ja, gast, ik heb echt geen idee waar je ja, over hebt. Precies, dat is ook precies de reden dat ik uh, vijf jaar geleden de happy financial ben gestart want ik zag gewoon ontzettend groot gat tussen accountants. Wat ik inderdaad ja, heb. Jij bent een registraunt en account, ik ben -account inderdaad. Ja. En wat uh, ondernemers weten. En toen ja. dacht ik, nou, dit moet anders kunnen. Dit moet makkelijker kunnen en vooral leuker. Ja, en, en jij hebt je eigen YouTube kanaal? Ja, klopt. En, uh, en wat doe je daar? Um, ik geef daar ook praktische tips voor ondernemers. Dus wat is de BTW-aangifte nou eigenlijk precies? Uh, ik moet mijn aangifte gaan doen. Hoe ga ik die voorbereiden? Uh, waar moet ik op letten bij de start van mijn onderneming? Maar dan leuk en praktisch. Oké, okay, voordat we die vijf tips gaan doen. Hè? Ik, mijn standpunt is: ik gooi alles over de heg naar mijn boekhouder. Is dat slim? Um, nou, het, ik, helemaal logisch dat je dat doet en dat je dat wil doen. Um, maar het is wel belangrijk dat je weet waar het over gaat. Want het is wel jouw bedrijf, jij ja. werkt er hard voor. Ja. Dus je ook weet waar je geld heen gaat. Ja, dat is wel waar. Dus vijf tips. We gaan beginnen met de eerste. En dat is: uh, bepaal je doelen. Uh, plus doe peri periodieke uh, check-ups. Realisatie, noem jij dat. Ja. Um, hoe bepaal je je financiële doelen? Nou, kijk waar je wilt staan. Dus kijk waar je nu staat met je onderneming en kijk waar je dan volgend jaar wilt staan. En vervolgens kun je vanuit dat jaarbudget die jaarbegroting weer maandelijkse doelen opstellen. Op die manier heb je ook iets om naartoe te werken. Werkt ook een stukje leuker uh, en op die manier kun je ook iedere maand weer kijken van, hey, hoe sta ik er nu daadwerkelijk voor? Dus dan mm. maak je een realisatie, noemen we dat. Dus dan kijk je van, wat had ik begroot? Ten opzichte van uh, wat heb ik daadwerkelijk gedaan. En okay. die verschillen ga je dan analyseren. Het is niet zozeer van ik moet per se bij dat bedrag uitkomen wat ik heb begroot. Mm -hmm. Maar hoe kan het nu dat ik niet bij dat bedrag ben gekomen? Of hoe kan het nu dat ik daar overheen ben gekomen? En die analyse is wel heel erg belangrijk om te En doen. waar stuur ik dan op? Wat voor cijfers omzet? Ja, bijvoorbeeld omzet, maar ook zeker je marge. Dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel. Dus mm. niet alleen wat heb ik verdiend, maar ook wat heeft het me gekost om deze omzet te behalen. Mm -hmm. En... Uh, dat, en dat doe je op jaarbasis, zeg jij? Ja, en in eerste instantie doe je dat op jaarbasis. Maar ik vind het zelf ook altijd heel erg fijn om per maand te sturen. Omdat op het moment dat het dan misgaat, heb je tijd genoeg om nog bij te sturen gedurende het jaar. Als je daar ja. pas na een jaar achterkomt, dan heb je best wel een uh, flinke klus. Ja, we gaan het hier niet hebben over tooling. Op jouw kanaal zeg je daar zeg maar, heel veel uh, over. Maar dat is wel essentieel dan. Hè? Ik bedoel, als je een Excel'tje runt, dan is dat lastig om dit goed te doen, toch? Als je goed bent met Excel en je bent daar vertrouwd mee, dan kan dat natuurlijk. Maar het is heel erg handmatig en foutgevoelig. Dus ik ja. raad iedereen wel aan om dat zoveel mogelijk te automatiseren. Maakt het ook weer een stukje makkelijker voor jezelf. Ja, ik zit te lachen omdat ik dat een keer gehad heb. Toen had ik een. ja Het heeft niks met ondernemerschap te maken, maar ik had een Excelletje gemaakt voor verbouwing van mijn huis toen ik ooit een nieuw huis kocht. Ja. En toen had ik één. zeg maar, calculatie dingetje gewoon helemaal niet goed. Ja. Dus levensgevaar nachtmerrie van iedere accountant ja. is dat de dingen fout gaan of dat er. Oh. Uh, We hadden als accountant ook extra checks op uh, dingen die een, een klant maakte in Excel, omdat het gewoon super foutgevoelig is. Ja, ja. Dus ja. Is Tip 2, uh, en je noemde net. Al een marge, ik denk dat een hele interessante is. Hoe krijg je inzicht in waar je nou het minst en het meest op verdient? Ja. Ik maak dat eens concreet. Hoe doe je dat? Nou, je wil weten voor de verschillende producten en de verschillende diensten die je verkoopt, wat verdien ik hier nu op? Dus stel nu dat je uh, boeken verkoopt. Wat zijn dan je inkoopkosten en wat is dan je marge dus per saldo? Hm. Um, en dan kijk je per uh, soort van nou, waar verdien ik nu het meeste op? En misschien moet ik op hetgene waar ik Procentueel, en in euro's het meeste op verdien. Uh, wat extra aandacht aan besteden. Dus daar wat extra marketingbudget uh, naartoe gaan gooien. Misschien zijn er wel dingen waar ik helemaal niks op verdien, of waar ik zelfs op verlies. Ja. Ja, misschien moet je daar dan over nadenken of dat nog wel handig je is om te blijven kopen. Ja. Maar ik heb dan altijd zoiets van ja, dat snapt iedereen toch wel? Maar... Nou, dat inzicht is niet altijd bij iedereen helemaal helder. Vaak wordt omzet op één grote hoop gegooid. En alle inkopen worden op één grote hoop gegooid. En denk bijvoorbeeld ook zeker aan de hoeveelheid uren die je er als ondernemer in stopt. Ja, dat vind ik nou een hele leuke. Daar heb ik al heel vaak discussie over. Ik reken die dus niet. Ik denk gewoon heel simpel: er zit 24 uur in een dag. Dat is mijn tijd, kost niks. Uh, maar dat, is, dat, is, dat kost me toch niks? Nou, het is ook heel logisch dat je zo denkt als ondernemer. Maar misschien kun je dat uur, uh, wat je dan op dat moment. Uh, soort van gratis weggeeft. kun je ook weer verkopen. Ja. Dus jouw uren zijn ook gewoon geld waard. Ja. En op die manier, stel nou dat jij een project verkoopt. voor 1000 euro. maar je bent daar wel weer uh, nou ja, 100 uur mee bezig. Hmm. Dan is het een heel ander verhaal dan als je zegt van nou ik ben er twintig uur mee bezig. En hoe kom, hoe kom je en hoe kom je achter wat goede marges zijn? En nou kijk allereerst natuurlijk naar je inkopen, dus moet je bepaalde andere producten of diensten bij andere mensen inkopen. Ja. Dat zijn je inkoopkosten. Uh, maar schrijf ook eens op hoeveel uren je besteedt aan een bepaald project. Uh, dat kun je, als je het heel netjes wil doen, natuurlijk door een voorcalculatie te doen. Dus dat je zegt van nou, ik verwacht dat ik hier zoveel uur mee bezig ben. Ja. Maar schrijf sowieso even op hoeveel uur je daadwerkelijk besteed hebt aan een bepaald project. Want dan kun je aan het einde even kijken van. Hey, ik heb hier zoveel euro aan verdiend. Dit waren mijn inkoopkosten, en zoveel uur heb ik hier aan besteed. Dan weet je dus een beetje wat je gemiddeld per uur verdiend hebt. Ja, ja precies. En ja. als dat dan uh, zeg maar heel laag is, dan heb je een probleem. Ja, dan zou je het moeten nagaan of dit soort projecten. Misschien is het de eerste keer dat je dat doet. Dat kan natuurlijk altijd, dus dat is van insteren. leergeld. Ja. Um, maar misschien heb je al zoveelste project gedaan. En dan moet je je toch gaan afvragen of dit wel de juiste prijs is die je aan klanten vraagt. Ja, precies. Kun je dit benchmarken? Ik kan me voorstellen dat het best lastig is als jij, ondernemers zijn toch vaak met hun eigen tokootje ja. bezig en zo. Uh, hoe kom je erachter wat normaal is of wat gangbaar is? Um, je kunt natuurlijk met andere ondernemers hierover praten. Ik merk wel dat er een heel erg taboe heerst bij andere ondernemers om het daar open over te hebben. Ja. Um, dus probeer wel in je branche bijvoorbeeld een keer uh, dat gesprek aan te gaan met andere ondernemers. Ja. Um, en het is ook een stukje ervaring. Dus in de loop der tijd kom je er ook achter van oh, misschien zijn mijn prijzen te laag of juist te hoog. Uh, dus dat, dat helpt ook wel heel erg mee. Blijf jij ervoor om meer openheid van zaken te geven? Ja, zeker. Ja, ik, ik, heb dat, ik, ben, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nee, maar. maar ik merk dat heel veel mensen dat wel hebben. Ja. En uh, dat is gewoon zonde. Want um, kijk, wij kunnen het daar heel open over hebben. En dat maakt het ook een stuk makkelijker. En uh, dat, dat helpt heel erg. Helpt mij ja. heel erg. Helpt jou heel erg. Ja. Maar als, je, als iedereen dat heel erg dicht houdt. Dat is gewoon zonde. En ik denk dat ondernemers, wat dat betreft, al veel van elkaar kunnen leren. En door gewoon over geld te praten. Ja, en het hoeft niet per se te zijn over heel hoeveel verdien jij nou. Ik hoef nee. dat echt niet tot euro te weten. Maar er zijn ook bepaalde dingen waar je tegenaan loopt. Of net zoals wat ik net zei: van nou reken het eens dus uit hoeveel je erop ja. verdient. En, en je in procenten gaan rekenen. Ja. Die openheid doet al heel veel, denk ik. Uh, cashflow. Ja, dat, uh, dat, uh, daar heb ik ooit een hele harde les mee geleerd. Want uh, <laughs> als je dat niet goed doet, dan kun je gewoon failliet gaan. Ja. Hè? Een, win een winstgevend bedrijf kan gewoon failliet gaan als je liquide techniek niet in de knel komt ja. hè? leg eens uit liquiditeit is heel erg belangrijk ja. voor ondernemers want je kunt een hele mooie omzet hebben uh, maar als het vervolgens het geld niet op je bankrekening staat dan heb je er niets aan nee. dus zorg ervoor dat je weet wat staat er nu op mijn bank um, en wat ga ik de komende maanden betalen dus uh, uh, belastingen crediteuren dus je inkopen welke moet ik allemaal betalen maar wat komt er ook binnen dus van je klanten en hoe zorg ik ervoor dat dat geld wel binnenkomt, dat dat zo snel mogelijk binnenkomt, mm. en hoe kan ik uh, het geld dat eruit gaat zo best mogelijk plannen? Mm. En dat noemen we dus cashflowbeheersing. Dus inzicht in je liquiditeit is staan heel erg belangrijk. Hef, heb je dat tooling? Kan tooling daarbij helpen? Ja, zeker. Want je hebt bijvoorbeeld tooling die zegt van, nou, dit staat er nu op je bank. Uh, de verwachting op basis van je verkoopfacturen is dat op deze en deze data komt je geld binnen van je klanten. En dan kun je dus ingeven, nou, ik heb deze inkoopfacturen, die moet ik op die data betalen. Ja. En dan rekent hij altijd automatisch uit. Uit, uh, hoeveel geld er op dat moment op jouw bank? Zou moeten ja, staan, ja. theoretisch. En dan gaan de kleurtjes van groen naar rood, ja. zeg maar, ja, bij wijze van spreken. Was. Ja, ik was daar dus heel erg blij van. Ja. En ik kan daar dagen naar kijken. Maar uh, ja, dat is ja. misschien mijn. Uh, ja, misschien moeten we een ander interview, <laughs> misschien eens een review doen op een aantal pakketten. Want ik ja. heb er eentje waar ik dan weer niet zo blij van word. Maar dus dat zullen we ook in name shaming nu gaan doen. Daar gaat deze video niet over. Uh, maar dat, daar valt nog wel wat te verdienen, denk ik, als het gaat om goede tooling die gewoon ook ja. ondernemersvriendelijk is. Nou, inderdaad. En het ook um, uh, dat, dat je er ook echt iets mee kan. Dat je ja. ook echt inhoudelijk denkt. Nou, hier heb ik iets aan. Ja. Nu weet ik dat ik mijn debiteuren wat achter de broek aan moet zitten want dat ja. heeft gevolgen voor over een paar weken. Uh, is het voor elke ondernemer van belang? Want ik kan me ook voorstellen als je nog wat klein bent of je bent net nog als zzp'er aan de gang, dat het eigenlijk best wel bijna een soort huishoudboekje is, weet je wel? Van ja, weet je, ik stuur wat en er komt wat binnen. Of is cashflow voor iedereen? Ja, juist wel. En zeker als je een kleine ondernemer bent, dan kan, het, kan ik me best voorstellen dat je afhankelijk bent van een paar grote opdrachtgevers, ja. bijvoorbeeld. En als die dan net te laat betalen, ja, dan heb je als ZZP'er wel echt een heel groot probleem. Dan heb je waarschijnlijk ook niet zo heel veel achter de hand. En ik zeg ook altijd: op het moment dat je begint, en je begint klein. Dan is het allemaal nog overzichtelijk? Is het allemaal nog goed te volgen? Dus hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijker het ook voor je is in de toekomst. Dus hoe makkelijker je het ook bij kunt houden. Goed om liquide goed in de slappe was te zitten, zodat je, uh, zeg maar, als je veel met grote bedrijven werkt, je hebt natuurlijk betaaltermijnen soms ja. waar je om moet huilen. Ja. Is het dus handig dat je gewoon lekker een buffertje hebt, wat loopt te smeulen op je bankrekening, waardoor je niet meteen oek, uh, Ja, het scheelt je heel veel stress. Ja. Ik, uh, er is bijna geen enkele ondernemer die daar nooit stress van heeft gehad, dat er uh, betalingen te laat binnenkwamen. En ja. zeker als het dan een Grote bedragen gaat dan uh, ja, dan kun je daar echt slaaploos nachten van hebben als ondernemer. En hey, misschien een zijstapje, maar als het gaat om cashflow management, kun je ook op een gegeven moment stel dat het wat slechter gaat, en zo en je moet even achter wat factuurtjes aan. Um, wat is een slimme manier om dat te doen? Uh, blijf persoonlijk contact houden, dus um, ik probeer altijd uh, te bellen met mensen achteraan te achterhalen hoe het kan dat bepaalde facturen niet betaald zijn. En het ligt heel erg aan het klantcontact wat je hebt. Dus zoals je net al aangaf, er zijn grote bedrijven die gewoon ontzettend lange betalingstermijnen hebben. En die dat gewoon opleggen. Dat is heel vervelend. Ja, um, je doet er niks aan. Nee, dat, dat is gewoon heel erg lastig. Ja. Uh, die leggen dat er gewoon overheen. Um, en blijf ook wel in contact met mensen. En vooral als het om wat uh, echt MKB-klanten gaat, blijf in contact met mensen. Dus bel ze ja. een keertje extra op van... Ja. Hey, Blijf daarin ook gewoon in gesprek gaan. En kijk wat, wat nu op dit moment kan. Misschien willen ze in termijnen betalen op het moment dat ja. zij in liquiditeitsproblemen zitten. Ja, tip wat ik geleerd heb, is om dan ook met de opdrachtgever te praten. Niet met de administratieve afdeling. Nee, nee ja. nou, Maar met degene waar je zaken mee hebt gedaan ja. en die blij is met je diensten. En, uh, en die pakt het dan vaak als probleem op. En zeg ik, ik, ga er wel achteraan. Ja. Weet je wel dat. Ja. 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 Uh, we hebben nog twee tips te gaan. Volgens mij gaan we goed. Gaat best goed, hè? Ja toch? Ja, vind ik wel. En ik begin dacht van 20 minuten. Volgens mij gaan ze ongeveer wel redden. Uh, verbeter je werkkapitaal. Wat is dat, werkkapitaal? Ja, dan uh, dat is dus wel een accountantsterm. Ja. Er moeten af en toe een paar ja. termen tussendoor dan uh, uh, dat klinkt ook altijd wel lekker, hè, ja. Werkkapitaal. Ja, ik vind het prima klinken, maar ja. ik heb geen idee wat is. Nee, het gaat dus met name over uh, je debiteuren. Dus het geld dat je hebt uitstaan bij je klanten, ja. uh, je crediteuren, het geld dat je moet betalen aan je leveranciers. Ja. En eventueel je voorraad als je dat hebt. Okay. Um, en dat kun je ook managen. Uh, je werkkapitaal. Dus hoe zorg je ervoor dat dat nu op het beste uh, in je balans staat? Dus hoe zorg je ervoor dat je debiteuren, dus het geld dat je uit hebt staan, dat je dat ook zo snel mogelijk binnenkrijgt? Waar we het net dus ook over hadden, ja. want dat heeft weer gevolgen voor je liquiditeit. Ja. Je crediteuren, daarvan zou je kunnen kijken van nou, wanneer moet ik die nu betalen? Uh, kan ik daar bijvoorbeeld uh, eerder betalen dat ik betalingskorting krijg? Nou. Dat is alweer mooi meegenomen. En zeker wanneer je bijvoorbeeld voorraad hebt, wanneer je daarmee te maken hebt, dan is het belangrijk om te kijken van nou um, heb ik een, een groot genoeg voorraad dat ik geen nee hoef te verkopen aan mijn klanten. Ja. Uh, maar ook weer niet te groot dat je dat, dat de ja, de geld op de verstof. Is het uh, bederfelijke goederen? Uh, ja. Raak ze uit de mode als je bijvoorbeeld aan kleding denkt? Ja, ja dan heeft het niet zo heel veel zin om uh, heel veel uh, op voorraad te hebben. Dus daar goed over nadenken, hoe je dat inricht. Dat is wel een hele belangrijke. En meestal laten mensen dat een beetje lopen zo op basis van hun facturen. Uh, maar op het moment dat je daar goed over nadenkt, van nou, uh, wat is nu mijn, mijn debiteurenstand, zoals mijn crediteurenstand... hoeveel voorraad heb ik liggen, wat kan ik daarin mooi neerzetten, dat kan je ontzettend veel opleveren. Maar waarom is dat zo belangrijk? Je kunt het vooral zien als uh, grip hebben op je eigen onderneming. En dan zeker wanneer het gaat bijvoorbeeld over die voorraad, uh, dan kan het je als ondernemer echt helpen. Want je Stel nou dat je een heel groot magazijn hebt met heel veel voorraad... en je verkoopt daar maar 10% van per jaar. Ja, dat is natuurlijk ontzettend zonde. Dus zorg dat je daar goed inzicht in hebt. En uh, wat, moet je, wat, wat een paniek zal het dan geweest zijn... als je met je werkkapitaal bezig bent en corona komt langs? Ja, dat en, is echt, uh, daar zitten dus heel veel ondernemers mee. Yeah. En met name ten aanzien van die voorraad. Want dat zie je bijvoorbeeld in de detailhandel... Uh, dat is echt vreselijk. Die ja. hebben um, heel veel geld zitten in die voorraad. Die voorraad die wordt niet meer verkocht. Zeker als je denkt bijvoorbeeld aan kleding die weer uit de mode is. Ja, wat, wat moet je dan met je voorraad? Terwijl je ja. aan de andere kant ook al hebt ingekocht voor, voor het nieuwe, nieuwe seizoen. Ja, ja want die, die bestellingen heb je al gedaan. Die moet ja. je gaan afrekenen. Die komen binnen. En je winkel ligt nog vol. Ja, en, en dit zijn natuurlijk wel onvoorziene dingen uh, waar geen enkele ondernemer uh, nee. tegenop kan sparen, of waar geen enkele ondernemer iets aan kan doen. Dus dat maakt het wel extra schrijnend. Ja, ja. ja, want dan kun je met hem, ook al heb je een buffertje. Dat, uh, nee, dat nee. is gewoon niet te doen. Nee. Dus, uh, erg, hè? Dat is dat is over gezonde bedrijven in de cloud. Gaan. Ja, vind ik echt heel erg. Vind ik ook echt heel erg om te zien. En um, ik denk dat de harde klappen straks nog gaan komen. Want bijvoorbeeld, ja. de Belastingdienst heeft uitstel van betaling uh, aangegeven bij, uh, bij heel veel uh, bedrijven. Ja, het blijft wel een schuld en ze moeten het ooit gaan betalen. En wat is dan? Het gaat nu bijvoorbeeld om 18 maanden uh, uitstel. Ja, wat wat is 18 maanden? Nee. Dat is natuurlijk niks. Nee, je als duwt je zo... de ellende gewoon vooruit. Ja, ja, ja. ja, ja goed, echt, ja. Vreselijk. De laatste. Um, en dat is dan inderdaad voor sommige ondernemers op dit moment misschien niet waar ze mee nee. bezig zijn. Maar ja, maar ja, toch denk aan je toekomst. Ja. En dan krijgen we dat pensioen. Heb je, heb je als een van de punten? Ja, pensioen. Wat moeten we daarna mee als ondernemer? Ja, dus, nou, heel veel ondernemers die, die starten met ondernemen, vragen mij als eerste: ja, hoe moet ik dan mijn pensioen gaan regelen? En dan denk je nou. Uh, Begin eerst maar eens met ondernemen. Ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je daarover nadenkt. Want als ondernemer bouw je natuurlijk geen pensioen op zoals je in Loondienst doet. Nee. Dus het is wel goed om daarover na te denken. Want heel veel ondernemers leven natuurlijk gewoon met de waan van de dag. En dat is ook heel begrijpelijk. Want er komt van alles op je af. Je bent de hele dag druk bezig. Maar je wil op een gegeven moment wel een keertje gaan genieten van je pensioen. Mm. En dan wil je het ook goed geregeld hebben. Dus uh, zorg dat je eerst weet van nou, uh, hoe ga ik dit regelen? Wat heb ik straks nodig? Misschien heb je wel helemaal niet zoveel nodig omdat je hypotheek is afgelost en je leeft heel uh, ja. minimaal. Um, maar stel nu dat je denkt, nou ik heb toch gewoon meer nodig. Uh, ga dan naar hoe je dat wil doen. Uh, ga je uh, versneld je hypotheek aflossen? Ga je extra beleggen bijvoorbeeld? Dat kan heel interessant zijn. Um, ga ik zelf geld opzij zetten? Ga ik een fiscaal oude dagsreserve opbouwen? Dus dat, dat je een potje maakt. Um, denk er in ieder geval over na hoe je het wil gaan doen. En hoe eerder je daarmee begint, bijvoorbeeld ten aanzien van beleggen. Uh, hoe meer je geld de kans geeft om uh, te laten groeien. Dus tijd is daarin ook echt je vriend. Als jij nu een, uh, met jong, veel jonge ondernemers kijkt hierna, die zijn net begonnen, zijn enthousiast. Uh, wat zou je ze adviseren? Ja, moet het is misschien moeilijk om te adviseren, maar hoe zou je het het beste kunnen inrichten? Nou, ik, ik zou met name, uh, wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is risicospreiding. Dus ik heb verschillende potjes staan en verschillende... Uh, ik heb nog een pensioenfonds bij mijn oude werkgever. Um, ja. Ik heb een stukje belegd, de, de hypotheek wat sneller aflossen. Dus dat je het een beetje spreidt. Want ja. inderdaad, precies wat je zegt, een rendement is niet gegarandeerd. En ook bij beleggen nee. natuurlijk niet. Dus ik kan nee. helemaal niet zeggen van, nou, ik beleg alles. Spreiden dus, ja, verschillende spreid dingen Ja, spreid je doen. risico's, zodat je dat, uh, dat... Ja, ondernemers zijn daar niet zo heel goed in. Omdat is toch wel... Ja, daar ben je natuurlijk ook ondernemer voor, om risico ja. te nemen. Ja. Uh, maar dat risico spreiden zorgt wel voor dat je er iets relaxter bij zit laten of gewoon door blijven werken dat <laughs> ja. ik straks hier gewoon op mijn zeventigste nog, nog interviews zit aan doen uh, ja precies dat is ook een optie dat ja. kan natuurlijk ook uh, maar ik denk dat uh, op een gegeven moment uh, wil je het ook een ja. beetje voor je lol doen ja, ja maar dat doen wij altijd ja dat, is waar. dat ja. is waar als ondernemer moet je wel passie hebben voor wat je doet um, nou ja en je beste als... pensioen kan natuurlijk ook gewoon je bedrijf zijn wat gewoon hartstikke ja. succesvol wordt en uh, ja. waardoor je gewoon financieel uh... ja, gewoon, het is ook heel erg afhankelijk van het soort onderneming dat je hebt en het het soort werk dat je mm. doet dus uh, kijk het ook echt bij jou persoonlijke situatie hoe dit dan uh, kan beste kan vormgeven. Ja. Mag ik je danken voor deze, uh, voor deze tips. En, uh, en, ja, ja. en voor de kijkers. Uh, de, ja, als je de Happy Financial zoekt, dan vind je Marian uh, links en rechts en overal. Uh, wil je haar boek lezen, dan uh, kun je naar businesscontact toe. Sterker nog, als je dus een reactie geeft, als jij nog een financiële tip hebt, dan krijg je de eerste vijf. Die krijgen het boek van Marjan. En de intelligente belegger, daar heb je ook enorm veel tips uit gehaald. Ja. Die had je allemaal verweven in deze uh, tips. Dat is een boek uit 1949. Maar het wordt nog steeds gelezen. Het zal niet voor niks zijn. Uh, ik zeg, uh, voor nu staan er weer twee nieuws. Video's na mij klaar om lekker verder te kijken op 7D TV. Dank je wel namens Business Contact voor het kijken en namens Marian ook. Dank je wel voor het kijken. Hoi.